Hey, en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog van de Reizigers Familievloggers. Mijn naam is Dennis. Ik ben Nova. Ik ben hier. Ben je weer daar? Ik ben ook weer op de achtergrond. Ja, echt hè, elke keer. En Racer die zit daar voor het raam. Ja. En Garfield is weg. En Garfield is ergens in het huis om gestopt. Maar we hebben leuk nieuws jongens. Dit is namelijk de eerste vlog van onze Reeds vakantievlogs. Yay! We gaan inderdaad in deze vlog vertrekken naar Kaapverdië. Nou, wil je precies onze avonturen met ons meebeleven? Vergeet je dan zeker niet alvast te abonneren onder de video. Laat natuurlijk dat duimpje ook achter. En dan gaat de vlog zo starten. Dus tot zo. Maar voordat we natuurlijk op vakantie gaan, moeten we ons wel voorbereiden. Het is nu de dag voor vertrek. We vertrekken vannacht, vroeg. Ja, ik wil zeggen laat, maar ja, vroeg of laat, maakt niet uit. Vertrekken wij richting Schiphol. We gaan vliegen via Schiphol. En met TUI, Fly? Ja, TUI. Maar we gaan nu eerst nog eventjes richting de Decathlon. We zijn onze koffers aan het pakken, dus we nemen jullie een klein beetje mee in de dag voor vertrek. Maar in deze vlog gaan jullie ook met ons mee richting Kaapverdië. En zien jullie de allereerste beelden van het resort waar wij gaan verblijven. En uiteraard zien jullie alles vanzelf verschijnen. Maar nu eerst richting Breda naar de Decathlon. Ja, nu is de vraag natuurlijk, waarom zijn we bij de Decathlon? Ja, waarom zijn we hier? Vertel het eens. Wij gaan nog even van mij... En heel misschien voor papa nog even wat duikbrillen te halen. Ja, hè? Inderdaad. Even kijken of we nog wat duikbrillen en zo mee kunnen nemen. Dus we gaan eens kijken. Misschien zien we nog wel anders leuks. Je weet het nooit, hè? Nee, dat is altijd verleidende. Dan ga je altijd meer uitgeven dan dat je wilt. Hé, hey, wat heb jij aan? Hé, hey, ga jij snorkelen, Nova? Wauw. Laat zien. Wow. Ja, en papa die neemt zo eentje mee, hè? Zo'n easy mask, easy bread geval. Gewoon de goedkoopste. Met een speciale houder voor de camera. Dus ik ben heel benieuwd of we wat gave beelden kunnen schieten. En anders hebben we gewoon een masker voor als we ooit weer een keer in een andere vakantiebestemming zijn, toch? Precies. Daarom. Ja, ik heb één mogen lenen van de buren. Ja, je hebt er eentje kunnen lenen. En als het allemaal goed bevalt, dan kunnen we er nog eentje in de toekomst weer aanschaffen. Oké, nou. En hier kan de camera. We zijn geslaagd. Ja, en dat is inderdaad de beugel voor de camera. Nou, ik ben heel benieuwd. En? Ja, is goed. Zit hij goed? Ja. Ja, toch kan ik je wel gewoon verstaan hoor. Maar als er veel omgevingslawaai is, dan denk ik niet. Kijk, en de camera zit bevestigd jongens. Met een speciale beugel die we ervoor hebben aangeschaft. Zodat we hele gave shots kunnen maken van onder water. Hopelijk. Ja, oké dan. Kijk, inmiddels is het 5 uur. Het eten wordt bezorgd om 6 uur. We hebben lekker wat sushi besteld. En de eerste koffers zijn al deels ingepakt. Nou, ik heb die natuurlijk. Dus die moeten we ook meenemen. Zo, klaar. Kijk jongens, en toen was het eten er. Gaan we even lekker een hapje eten. Daarna zijn we nog live bij de vlog. De koffers zijn bijna al helemaal ingepakt. Ik moet dadelijk nog even wat spullen uit de auto pakken. Want ja, dat zal je net zien. Dan ga je naar Schiphol toe. Laat je dat in de auto liggen. Zoals je rijbewijs en dergelijke. Neem ik uiteraard voor de zekerheid allemaal wel mee. Hoewel het als het goed is allemaal niet nodig is. Als je paspoort maar bij hebt. Maar we zijn bijna zover jongens. Het gaat allemaal redelijk lekker goed. Op tempo. Geen stress. Heerlijk. Kijk eens jongens. Goed, eet smakelijk. Tot over enkele ogenblikken weer. Kijk jongens, het eten is naar binnen gewerkt. En de koffers, die zijn al bijna klaar. Ja. Ja. En Nova's koffertje, die wat handbagage is, die mag 10 kilo zijn. Die staat hier. En die is 9 kilo, hè? Ja. Toch? Ja. En Nova die zal inderdaad nu lekker even naar bed moeten gaan om wat uurtjes slaap te pakken. Want we gaan natuurlijk midden in de nacht vertrekken. Ja. Naar Schiphol. Dus dan komen we jou weer wakker maken. Dus wel rust alvast, schatje. Tot stakjes. Ja, goedemorgen. Of is het goedenacht? Ja, goedenacht. Hè. 6 uur is het. Goedenacht. Zo, nou even allemaal een korte nachtrust hebben gehad. Nova heeft het heel koud op dit moment. Die is net wakker gemaakt. Oh, jij hebt het ook koud? Oh, ik heb het zo koud. Oh, nou ik niet. Ik heb het gewoon lekker warm. Okay. Maar goed, we gaan de uitdaging doen. We gaan kijken of we onze kussens mee gaan krijgen door inderdaad die kussens te pletten. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Ja. Oké. Volgende shot ga je het zien of het gelukt is. Ja. Tada! Power! En die weet hoe strak die nu zit. Maar goed. Als we straks open doen, zo daar. Pff. Nee hoor, dat gaat helemaal goed komen. Er zit heel veel lucht nog in. Ja.
Oké, nou, op richting auto. Gaan we ze in de auto leggen. Nou, tot over een aantal dagen, huisje. Jullie worden goed verzorgd. We hebben dagelijks verzorging voor de katten. Meerdere keren per dag. Het huisje wordt onderhouden. Dus als ze thuiskomen is als goed ook alles helemaal schoongemaakt en zo. Ideaal. Reza krijgt nog wat snoepjes. Garfield die ligt nog even te slapen, dus die zal zich wel niet laten zien. Nou, dan gaan we snel de spullen in de auto doen en dan gaan we richting Schiphol. Naar P3 lang parkeren hebben we van tevoren allemaal gereserveerd. Oh, en wat is dat heerlijk om 's nachts te rijden, jongens. Er is nagenoeg niemand op de snelweg. Dus we zijn, als het goed is, met een uurtje en 10 minuten zijn wij bij Schiphol. Dus tot zo, als we daar zijn. Hier parkeren. Hey. Even reserveren. Nou, dat hebben we gedaan. Garage. Oh, er zijn er meer mensen die naar de garage willen. Ja. Zo. Nou, spannend, hè? Er was eentje die wist niet meer hoe het werkte. Oh, ja, die gaat die kant op, toch. Oké, we kunnen erin. Woehoe. Oei, ik word een beetje duizelig. Rondje van de... Zaak. Oei. Zo. Ja, we moeten niet rechtdoor. We moeten nog een stukje verder. Verder omhoog. Yay. Oei. We staan daar, jongens. Ja. Goed, ja, onthouden. Goed onthouden. Oké. Okay. De allerhoogste verdieping. Ja, jongens, we zijn aangekomen op Schiphol. We hebben net als onze vorige vakantie weer op het P3 geparkeerd. Is niet heel goedkoop, maar wel super handig als je niet, zeg maar, midden in de nacht iemand je wilt laten gaan brengen. En we hebben wel mooi uitzicht zo, trouwens. Wauw. Wacht, dat laat ik ook even jullie zien. Kijk eens wat een hoop auto's, jongens. Daar stonden wij vorig jaar en we hebben dit jaar gekozen voor een relatief kleine bijbetaling om in de parkeergarage te staan. Staat hij toch droog, hè? Ja. Nou, hij staat niet vol, hij staat dus ook niet vol in de zon, mocht het hier heel warm zijn. Maar de voorspellingen die zijn juist dat het hier helemaal niet zo mooi weer wordt. En wij gaan, als het goed is, naar de 29 graden toe. Dus, nou, ik ben benieuwd of we onze koffers hier weer kwijt kunnen, want dat is ook het voordeel als je lang parkeren. Staat, kan je soms hier je koffers al inchecken. Hoef je die dus niet helemaal mee naar Schiphol zelf mee te sleuren als je met de bus die kant op gebracht wordt. De bus rijdt overigens elke 10 minuten, dag en nacht, van hier naar Schiphol toe. Dus dat is wel ideaal. Ja, zoals al gezegd, kunnen we, omdat we bij Tui hebben geboekt, hier inchecken. Hadden we de Transavia is heel rustig inderdaad, ja. Wij zitten in de rij, maar dat maakt niet uit. Dan hoeven we het in ieder geval op Schiphol niet te doen, toch? Nee, dat scheelt weer toch? Yay! En we zijn er. Op naar vertrek al 3, hè? Oké. Okay. Oh ja, nog even een tipje voor het parkeren. Ben je of ken je iemand die ANWB-lid is? Dan krijg je op dit jaar 10% korting. Op de kaartjes, zeg maar. En daardoor hebben wij nu volgens mij iets van 13 euro per dag moeten we betalen voor het parkeren van onze auto in die parkeergarage. Maar je hoeft dus niet zelf lid te zijn. Je kan door middel van een link die de mensen die wel lid zijn van de ANWB, kan je dus die korting gewoon krijgen met bestellen. Dus dat is ideaal. En zoals jullie zien hebben we de koffers toch nog bij. Het ging zo ontiegelijk langzaam daar zo bij de parkeerplaats zelf, dat we hebben besloten om ze gewoon mee te nemen en ze hierin te gaan checken. Ik verwacht dat het een heel stuk sneller gaat. Hoe dan? Hoe dan, hè? Hoe doen ze dat? Is de bagagelabel bevestigd? Ja. Ja. Dat zie ik idee. Oh, het moet op de zijkant, ja. Wat zou dan? Oh, die van mij gaat ook nog niet. Oh, hij gaat al dicht. Ja, die van mij net ook, maar die wilde nog niet weg. Nou, dat was dus een hele goede keuze geweest om het toch maar gewoon hier te doen. Want we waren er hier zo dus doorheen. 10 seconden. Het ging echt vele malen sneller dan wachten bij de parkeerplaats. Dus dat, je hebt gewoon de keuze. Ja. Dat is ideaal. Op richting de security. Kijk, nu kunnen wij op vakantie, Nova. Maar het is nou de vraag of mama mee mag. Ja, die zitten gewoon in de koffer. Yay! Oké, op naar D23. Oh, 29. Oké. Okay. Kijk, jongens, 5 tot 10 minuten in het hoogseizoen. De drukteprobleem is opgelost. Yes! In ieder geval nu, ja. Kijk, is ook werkaangelegenheid dit, hè? Zo. Zo, hoppakee. Weer een minuutje later. Ja, het is duidelijk dat we bij de TUI-vleugels zijn aangekomen. Dus één van de vliegtuigen zal waarschijnlijk van ons zijn. Ik ben heel benieuwd straks. Mind your step.
Mind your step. Zo, wat lopen we ineens hard, hè? Moet kijken, joh. Zo, hé. Hey. Wow, voel die wind ook. Wow. Huh? Het vliegtuig heet Lanzarote. Maar hij gaat recht naar Cape Verde. Heb je de naam gezien van het vliegtuig? Nee. Lanzarote. Oh, dat is een beetje de kant, hoor. Ja. Ja, Lanzarote heet hij. Maar we gaan toch echt naar Cape Verde? Nu instappen. Ja. Nu. Niet lang. Jee, we mogen het vliegtuig in. Jij hebben er ook zin in? Oké dan. Oké, rij 5. DEF. DEF, hè? Oké dan. Zien jullie die regendruppels op het raampje? Nee, ik denk het ook niet, maar wij wel. En dat betekent dat we een goed moment hebben uitgekozen om lekker richting de zon te gaan. Ja. Kijk die donkere luchtjes. Tijd om naar de zon te gaan. Goedemorgen, hallo. Aan boord is vlucht 3. Lekker slapen. We zijn nog niet opgestegen. We hebben een beetje vertraging, hè? Ja. Nou ja, dus even een slaapje doen. We gaan wel bijna taxi als het goed is. Ja. Oké, met een uur en 10 minuten vertraging. Gaan we eindelijk starten. Eindelijk. Tijd voor wat vliegtuigvoedsel, jongens. Een lekker warm croissantje, wat yoghurt, wat muesli, vers fruit. Oké, we gaan even lekker wat eten. Wauw, jongens. Gran Canaria in beeld. Met de vulkaan daar helemaal achterin. Ik zal even kijken of ik kan inzoomen. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Maar we hebben nog een dikke 2 uur te vliegen, hoor, jongens. Dus we zijn er nog niet. Een lekker gebakje. Of iets dergelijks. Tussenlanding. Weet je dat eigenlijk? Sao Vicente. Ja, maar we gaan nog door, dus we hebben daar ook nog een keer op stijgen en landen. Maar de eerste vlucht, het grootste gedeelte, zit erop. Nou, ik ben heel benieuwd of er nog mensen bij gaan komen of dat wij met een half leeg vliegtuig of driekwart leeg vliegtuig door gaan vliegen. Ja. Oh jee, ik zie onze koffer daar buiten het vliegtuig en wij moeten nog door. Uh-oh. Hey, en dan gaat het vliegtuig opstijgen. En er komen ook, zoals ik al dacht, nieuwe passagiers bij die via Sal weer terug naar Amsterdam vliegen. Het zal wel gek zijn als je zo'n heel leeg vliegtuig hebt. Ja, als je hamer goed zit, hè? Ja, zo begint de vakantie. Nee, het is zo warm. Oh, omdat het zo warm is. Oké. Ja, en zoals al voorspeld, heel erg vlak.
ziet heel weinig bergen ten opzichte van het vorige eiland. En een shot wat jullie net zagen, zag je ons resort. Ja. Kijk wat die kleur van het water is, jongens. Wauw. Oké, jongens. Ja, en hier is, komen de vliegtuigen in beeld. Zo, lekker. Lekker benauwd. Oh. Windje is wel lekker, hè? Ja. Kijk, hier ons gebracht. Ja, daar zijn we dan. Hey. Hè? Bloedje warm hier. Bloedje warm. Het waait wel lekker hard. Zo, ja. Kijk, en zo gaan we naar de baggage claim en de paspoortcontrole. Nou, ik ben benieuwd of de koffers allemaal ook aangekomen zijn. Altijd spannend zo met tussenstoppen en dergelijke. We gaan het zo laten zien. Oké, Nova en ik zijn er al doorheen. Nova, trek hem er maar af. Ja, heel goed. Trek hem maar. En je hebt hem bijna. Het lukt je wel. Ja, en pak maar je paspoort. En hier, jou, Nova, kijk. Ja. Heb hem. Woehoe. En kijk aan de overkant. Daar wachten we wel even op. Daar komt hij van mij. Woehoe! En we waren zo bang dat hij was achtergebleven. Want in São Vicente was dus bijna precies hetzelfde. Kijk, Dennis heeft hem ook. Hoi! Ja jongens, we zijn door de controle heen. En dan moeten we in één van de bussen gaan zitten. Ja. Nummer 16 hebben we doorgekregen. En dan worden we naar het resort gebracht. Dus ik ben benieuwd. Hey Nova. Hoi. Ja jongens, de tweede stop was ons hotel. Ik ben benieuwd wat voor kamer we gaan krijgen. We laten het jullie zo zien. We eerst eventjes onze koffers fixen. Oh, Melissa heeft ze al. Kijk. Ja, chic de friemel jongens. Chic de friemel. We hebben een suite, dus ik ben benieuwd. En zo worden we in een karretje naar onze kamer gebracht. En we horen net dat die overal dichtbij ligt. Dus dat is wel fijn. Maar dan gaan we natuurlijk dadelijk vanzelf zien. Wat een immens groot complex jongens. Wauw. Oké, jongens. Nou, we zijn er. Kijk. En we hebben hier onze kamer 8014. Je komt gewoon in een woonkamer terecht. Super geinig. Woonkamer. Ik doe het even heel snel. De echte huiszoek komt nog, jongens. Slaapkamer 1. Met een badkamer. En we hebben hier slaapkamer 2. Met ook een ensuite badkamer en airconditioning units die nu even goed staan te loeien, want het was hier best wel warm. En deze kamer heeft dan ook nog een tweede televisie. Oké, super gaaf. Echte house tour, die gaat straks volgen. Het is nu tijd om onze maagjes even te gaan vullen, ja, want we hebben best wel honger naar een vlucht van 9 uur. We zijn totaal 9 uur onderweg geweest. Ja, en even omkleden inderdaad, want we hebben hier nog lange broek. Kan natuurlijk echt niet. Maar we hadden inderdaad een vertraging van ongeveer 1,5 uur. Zo, die zak je mooi weg in die bank, joh. Je komt er niet meer uit. Zo. Ah. Maar het is ook, in Nederland is het nu al avondeten tijd. Ja, dat klopt, hè. Het is natuurlijk hier 3 uur vroeger dan in Nederland. Dat betekent, het is hier nu iets voor 3:30. Dus ja, het is inderdaad etenstijd in Nederland. Honger. Dus we gaan eventjes omkleden. Opfrissen en snel naar het Geel restaurant dat allemaal letje hier in de buurt ligt. En als het goed is, jij kan het niet zien denk ik, maar de glijbanen, die zitten hier ook buiten. Hier vlakbij. Dus we hebben als het goed is alles een beetje in de buurt. Super fijn. Maar de kamer, die is in ieder geval lekker ruim. Ah. Oké, we zijn lekker in jurkjes, korte broekjes. Ik in ieder geval. Ja, mijn jurk. Dus het is tijd om nu het pasje eruit te trekken als het goed gaat. Overal is stroom af. Oké, het is gelukt. Oké. Dan gaan we snel eens even kijken of we ergens een hapje kunnen gaan eten. Oké, jongens. Hier in dit gebouw zitten wij met onze kamer. En dan zijn we hier ook gelijk bij de Oak Grill. En daar kunnen we nu snacks halen. En de Kids Club die zit daar zo. De glijbanen zitten hier achter. Je hebt hier een speeltuin nog. We hebben hier een zwembadje voor onze kamer.
Oh, en hier, daar is het. Daar heb je het Amfitheater inderdaad voor de shows. Nou, ik ben benieuwd. Maar we gaan eerst even hier kijken voor eten. Echt waar. Kijk jongens, hoe groot dat hier al is. Wauw. Oké, okay, en wij zitten dus met 8 hier al en we zitten in dit stukje. Oh, ja. Zo achter nog. En dan heb je hier nog een heel stuk erachter zitten inderdaad, ja. Wauw. Oké. Okay. Ik heb ook hier kunnen zitten. Oké, okay, we lopen hot en her af. We weten nog helemaal niet waar we moeten zijn. We zijn hier echt als rookies, als broekies zijn wij hier aan het wandelen. Helemaal die kant gegaan. Ja. Daar was het dicht. Ja. Want ze hebben de tijden veranderd. Ze hebben de restaurants aangepast of zoiets wat niet goed op het kaartje stond. Dus we lopen echt allemaal stappen al. En toen gingen we weer terug. Toen hadden we net, was die open. Ja. En nu is die opeens een beetje dicht. Ja. Er kan geen snacks meer. En nu moeten we naar het laatste. Dan moeten we weer naar het laatste. Nou, we weten in ieder geval dat we hier als goed eens handdoeken kunnen halen. En tot we dus waar we net ook al waren, tot we daar dus een snack kunnen eten. Maar we hadden zoiets van, nou, we gaan wel even naar het grote restaurant toe. Misschien dat we daar iets meer keuze hebben of zo. Maar zo werken we dus niet. Dus nou goed, we komen er wel achter zo in de komende paar dagen dat we hier zijn. Gaat helemaal goed komen. Gevonden jongens, we kunnen gewoon van een kaartje bestellen. Kost voor ons natuurlijk niks, want we hebben all inclusive. Dus we gaan lekker hier onze spaghetti bolognese pakken. We hebben al wat drinken erbij, dat is gewoon self-service. We hebben daar een bar, zeg maar. Kijk, oh, wat heb je daar? Ananassap. Hebben ze ananassap? Ja. Oh, lekker, die wil ik ook straks. Oh jongens, kijk eens. Lekkere pasta. Bolognese. Zo, de buikjes zijn even gevuld met een basislaagje. En we hebben hier een waterpark. En dat is dus daar. Hier is onze kamer. En daar hebben we dus een waterpark. Oh, en we zijn Nova al kwijt, jongens. Nova die zit er al gewoon ergens. En we zijn erachter gekomen dat wij dus ook er vanaf mogen, hè? Ja. Dus dat gaan we zeker nog een keer doen. Daar gaat ze! Woe! Daar gaat ze hoor, hoppakee! Wow! Oh, daar word je toch vrolijk van jongens, van al die muziek en dergelijke, maar wat is het bloedje heet jongens. Oh, het is echt super benauwd hier ook. Niet dat het erg is, want het is bewolkt. Er staat best wel een windje af en toe. Maar het is echt wel lekker heet. Maar goed, beter dat dan dat het heel erg koud zou zijn. Want we weten dat het in Nederland niet zo goed mooi weer is op dit moment. Dus dat is extra lekker dat wij hier dan gewoon kunnen lopen met super warme temperaturen. Van 29 en 30 graden. Ja, even lekker pootje baden. Nova die zit. Ik zit gewoon lekker pootje te baden. Nova die zit al heerlijk in het water. Het water is echt gewoon lauw. En daar heb je dan weer gewoon een bar. Kan je onbeperkt cocktails drinken en zo halen. Zo hebben ze 4 van dit soort zwembaden. Ja, ook Melissa gaat even lekker pootje baden. Nova had me al te pakken jongens. Kijk, helemaal broek zei ik nat. Ja. Hoppakee. Heerlijk genieten zo jongens. Hopelijk genieten jullie een beetje met ons mee. Goed, is het kinderbadje jongens. Ook die hebben we. Ja, dit is toch wel het aanzicht dat ik veel zal zien deze dagen dat we hier zijn. Of niet soms? Kijk, en letterlijk tegenover onze kamer heb je hier ook nog een klein speeltuintje. Nou ja, klein. Eigenlijk is hij best wel groot. Oh, ja. Wow. Ja. Oh, een handdoek gaat eraf. Weg is Nova. Daar gaat ze. Weg. En weg. Outfit 3. Ja, valt het op jongens. Even nog even voelen wat nodig is hè, nu zo. Is het warm, dat is te koud? Nee, te koud kan niet. Het is inmiddels nu 7:10 lokale tijd. In Nederland is het dus 9:50. Het is tijd dat wij nu even lekker een napje gaan eten. Om daarna niet veel later het bed op te gaan zoeken. We zijn al echt een lange dag natuurlijk wakker nu. Ook vanwege tijdsverschil. En we zijn om 3:00 s'nachts natuurlijk vertrokken. Ja. Dus nu gaan we wel naar het hoofdgebouw toe, waar we straks ook waren. Want als het goed is, daar dan wel het diner nu. Ja. Dan gaan we eens kijken wat voor lekkers er allemaal te verkrijgen is. Inmiddels zijn ook alle zwembaden leeg, zeg maar. En wordt onderhoud, en dicht eigenlijk. En wordt ook onderhoud uitgevoerd. Moet je wel uitkijken voor al die golfkarretjes. Ja. Het is elke keer levensgevaarlijk hier, oh. Hi. Ja, heel vrolijk allemaal hier. Oh ja, en even voor jullie beeldvorming. Het wordt hier gewoon niet koeler dan 25 graden. Dag en nacht. Nee, het wordt gewoon niet koeler. Dus het is nu ook nog gewoon echt gewoon heerlijk behagelijk. En het windje is inderdaad wel lekker, maar ook wel gevaarlijk. Want wij zijn tot ontdekking gekomen, Nova, dat jij heel even in het water hebt gespeeld.
met volle schaduw, met bewolking en toch ben je verkleurd. Dus. Maar we gaan nu hier door de lobby, lopen we richting het restaurant waar we net ook waren. Maar toen was hij gesloten en nu is hij open. Ja, kijk. Spices restaurant. Oké, dit is dus echt niet normaal, jongens. Brood. Zalm. Allemaal andere dingen, maar het loopt helemaal door tot de achter. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Nou, we gaan eens even kijken. Oeh, waarom begin ik altijd bij de toetjes? Kijk eens, jongens. Wow. Damn. Dat ziet er lekker uit. En toen was het ineens donker, jongens. Ja, zo snel gaat het met een zonsondergang. Kort voor acht, hè? En te pikken donker. Kijk eens hoe gezellig, al die lampjes. We lopen nu richting het strand toe. Zullen we niks al zien, het is immers donker. Maar we gaan heel even daar nog heen lopen voordat we weer terug naar huis gaan en de dag gaan sluiten, gaan afsluiten. Want we zijn alweer bijna 24 uur op. Ja. Kijk nou, jongens, je kan hier nog gewoon lekker naar de kapper gaan als je wil. Handig. Ja. Oké, je hebt hier allemaal winkeltjes blijkbaar. Geinig. Nou, we lopen inmiddels weer terug, want inderdaad, ik kon er niet veel van laten zien, zo donker dat het was. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de volgende vlog. Want dan laten we jullie het resort zien en dan bij daglicht. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het valt ons wel op dat er hier ook behoorlijk wat straatkatjes rondlopen. Vinden we superleuk eigenlijk wel, maar... En ook een hele jongen. Ja, echt een heel jonkie, hè? Spelen met een touw. Ja, echt super jonkie. Maar goed, ik denk dat die beestjes hier genoeg eten krijgen natuurlijk, van alle toeristen en aandacht. Ja. Maar het valt op, ik denk dat we al een stuk of acht katjes hebben gezien zo met de wandeling. Maar goed, we gaan weer terug naar ons appartement, onze suite zoals we het dan mogen noemen. Om de dag af te gaan sluiten en lekker te gaan slapen. Wauw, jongens. Ja, dat soort beelden maken het wel af, hè, zo in de avond. Zo, hallo huisje, Erko. Ga aan. Zo, kijk, hij start al vanzelf op. Oké dan. Moe, hè? Ja, lekker slaapje doen. Haha, jongens. Dan zitten we dan in de kamer van Nova. Ja. Eigen kamer, eigen badkamer. Maar dat gaan jullie natuurlijk zien in de volgende vlog, waarbij ik ook een huisjestour aan jullie laat zien. We gaan nog veel meer van het park laten zien, want vandaag was echt zo'n dag van, we gaan het een beetje verkennen allemaal. Waar zit alles en zo. Waar zit alles allemaal. Wel dus... een beetje gezommen, dat wel. Ja, mijn broek is nog aan het drogen. Die was een beetje nat geworden inderdaad. We hebben het even lekker gegeten. We hebben allemaal poesjes aandacht gegeven. Ja. Het stikt ervan, echt waar. Buiten degene die we, waar we het over hadden net, over 8 stuks of zo. In de tussentijd hebben we er weer een stuk 6, 7, 8 gezien. Echt heel veel. Heel veel katjes hier op het resort s'avonds lopen, want overdag is het gewoon te warm, denk ik. Ik denk het ook. Ja. Ja. En lekker eten gehad. Lekker eten gehad. Dat was ook allemaal goed. We hadden vandaag een enorme lange dag. Om 3 uur 's nachts vertrokken richting Schiphol. Vervolgens hadden we vertraging van bijna 1,5 uur met vertrek, omdat er een passagier kwijt was. Ja, zijn we hier aangekomen. Precies. En we hadden gelijk natuurlijk dat we even wilden gaan verkennen. Maar het was echt wel heel warm. Dus daar word je ook een beetje loom van. Ja. En zijn we moe. En nu zijn we moe. Hè? Maar we zijn al bijna 24 uur wakker. Ja, dus het is echt tijd om lekker ons bedje op te gaan zoeken. In Nederland is het nu al 10:50. Ja. Nou, in de volgende vlog gaan we dus jullie meer laten zien van het resort en van de kamer. Wat we allemaal hebben. Gaan we wat meer vertellen over wat het allemaal precies allemaal ook is. Waar het is. Waar we zijn überhaupt. Ja. Enzovoort. Ik kan een beetje misschien verklappen wat we gaan doen. Oh ja, kunnen we, kunnen we weer een beetje verklappen inderdaad. Zo. Ja, we willen jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje hebben meegenomen met dit eerste dagje met vakantiegevoel. Lekker hoor. Voor de mensen die niet op vakantie gaan. Nou, wij nemen jullie er gewoon stiekem een klein beetje bij mee. Toch een beetje vakantie. Toch een beetje vakantiegevoel. Hey. Ja, we willen bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet dat zeker niet te doen. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje. En als je daarop klikt, dan krijg je automatisch een berichtje zodra we een nieuwe video hebben geüpload. Yeah. Het is ook mogelijk om lid te worden op ons kanaal. Voor ons vast bedrag per maand support je ons. We zouden het heel erg op prijs stellen als je regelmatig onze vlogs bekijkt. Tot je ook een kleine bijdrage in die vorm doet. Je krijgt daar exclusiviteit voor terug. En wil je precies weten wat het allemaal inhoudt. Dat leg ik graag uit in de vorm van een video. Zeker. Als je op die abonneerknop, nee, als je op die lidwordenknop klikt. Je merkt het, ik ben een beetje moe. Laat natuurlijk ook die duim omhoog achter. En wat voor duim is het dit keer? Een Kaapverdische duim. Dat lijkt me ook leuk. Ja. En dan kunnen wij met z'n drietjes niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei!
Maar voordat we natuurlijk op vakantie kunnen, moeten we ons voorbereiden. En dat is de dag voor vertrek. Zijn we dat druk aan het doen? Nee, dat is geen goede zin. Even opnieuw. Oh, okay. Kunt u nogmaals even erop toezien dat uw riemen vastzitten, de rugleuning rechtop staat en de tafeltjes zijn opgeplakt. Is het lekker, schatje? Heerlijk. Je hebt het niet door, maar heel jouw mond zit helemaal onder de saus. Goed teken. Nou, smakelijk hoor, schatje. Tot de volgende vlog. Doei! En dan gaan we kijken of we die salamander ergens kunnen vinden. Oh, ja. Ja, een salamander in onze kamer. Super cute! Nou, of we hem vinden, dat weet ik niet meer. Ik ook niet.